We staan op de IFA in Berlijn. Er staan hier heel veel verschillende merken vriezers. En in steeds meer van die vriezers zie je het no-frost systeem. Wat is dat nou precies? De no-frost techniek brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Namelijk, je hoeft je vriezer niet meer te ontdooien. En er is geen ijsafzetting meer in je vriezer. Nou, hierachter zie je een no-frost verdamper. Een no-frost verdamper die zorgt ervoor dat er geen veel minder vocht in het vriesruimte ontstaat. Daardoor ontstaat er geen rijp meer in de vriezer. En hoef je de vriezer dus niet meer te ontdooien, omdat er geen ijsaanslag ontstaat. Wat je nu ook ziet, is dat fabrikanten er een beetje hun eigen draai aan geven. Dat werkt in de hand dat fabrikanten er ook over nadenken om de no-frost techniek aan te grijpen om vriezers zuiniger te maken. En dat is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling. Liebherr heeft twee systemen. Liebherr heeft het gewone no-frost. Maar Liebherr heeft ook een eigen systeem en dat heet Smart Frost. De verdamper zit om de vriezer heen en die neemt dus minder ruimte in dan een no-frost verdamper. En een ander voordeel is dat Smart Frost wat minder energie gebruikt dan no-frost. Er is ook één nadeeltje, namelijk hij is niet volkomen, Smart Frost is niet volkomen rijpvrij, maar je hoeft niet de gehele vriezer te ontdooien. Het is voldoende om eens in de zoveel tijd met een vochtig warm doekje eventjes de ijsaanslag weg te nemen. Bij Beko heet de no-frost techniek Neofrost. Het is een net iets andere techniek, het werkt even net even anders. Maar de uitwerking is precies hetzelfde, namelijk er ontstaat in de vriezer geen, de luchtvochtigheid daar is een stuk lager. Dus er ontstaat geen ijsafzetting meer en je hoeft dus niet meer te ontdooien. Wil je nou meer weten over no-frost? Kijk dan op www.consumentenbond.nl/koelkasten.